Attentie kanaal 4, attentie kanaal 4. Is er nog iemand staande bij? Bijzonder een goedemorgen. Aan deze kant is de Porky. Attentie kanaal 4, attentie kanaal 4. Was er nog iemand Stidi Bidi? En dat allemaal op dat mooie kanaaltje 4. Goedemorgen, hallo hallo. Nou, we zullen eens even kijken jongens. Iedereen nog op bed? Goedemorgen, hallo hallo. Kom maar eens uit. Aan deze kant is de Porky. Goeiedag. Nou, dit is hij weer dan, hè. Ik zal het nog één keer proberen, hè. We zullen maar even kijken. Kanaaltje 4, kanaaltje 4. Is er nog iemand staande bij? Ik zou zeggen, goedemorgen, hallo. Kom er eens even uit. Goeiedag. Aan deze kant is de Porky. Ja, goedemorgen, Porky. Hier is de Camaro-man. Hé, hey, Camaro, jongen. Alles goed daar? Ja, ja, het is weer mooi weer, dus alles gaat goed. Ah, blij om te horen, hè? Dat prachtig, joh. Hey, komt dit signaaltje nog een beetje door aan die kant? Ja, volle bak, hè? Volle bak. Ja, mooi, hè? Hoe is het met Lady Springhaan? Hé, hey, die is naar haar werk, hè? Die is naar haar werk. Dat, ja, ik zit even met de kinderen thuis. Dat, Springhaan, die moest even haar centje weer verdienen. Ja, vandaar, hè. Nou ja, als je weer thuis komt, doe dan maar even de groeten, hè. Dat, vandaar, joh. Je komt hier ook best binnen, hè. Een volle bak, oftewel 30 dB, hè. Niks, en de spraak is Q5, hè. Niks van te missen, jongen. Maar ik ga weer even verder, Camaro, man. Ik zou zeggen, bedankt voor de tokkel. En tot de volgende ronde, maar weer. Ja, ja, ik zou zeggen, tot de volgende ronde. En veel plezier op die kant. Ja, oké, okay, jij ook, hè. En ik draai vandaag nog wel even een plaatje voor je, voor die kleine, van Snappy. Hey, ah, goeie. Hey. Hey, Ronald, jongen. Kom je ook weer even langs, joh? Ja. Kom je even spelen? Ik had het kim, hoor. Wil je even spelen, joh? Ik had het orgel klaargezet. Ik denk, misschien kom je nog, hè, dat. Oh, ja. Ik zal even dat ding weer even uitzetten, hè, dat. Je hoort het wel, hè. Wordt weer allemaal gepraat op de 27MC, hè. Ja. Mooi, jongen. Ronald gaat even spelen, hè, dat. Kunnen we ook wel even uitzenden natuurlijk, hè? Zo hoor. Dat, spel maar even een riedel, hè? Een beetje. Nou jongens, komt er allemaal aan, hè? Hoppata! Rarapatararata! Hoe vaak zit hij hem hier? Nou, één keer in de week. Zitten we hier wel, één keer in de week, ja. Ik kom hier wel eens even deel voor de gezellig iets, hè, maar dat had hij wel mooi hier dan, hoor. Ja, en dan zitten we hier wat, en, wat te praten en nou, hartstikke leuk, joh. Nou, stik je muziek erbij voor zelf. Stik je muziek erbij, een frikandelletje bakken. En dan komt hij even aangelopen en dan komt hij er even bij. Dat staat hier wel op de foto's, dat hartstikke leuk, joh. En hoe is dit zo ontstaan? Want we sjuggen hier een caravan in een hok. Ja, 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 ja. Nou, anderhalf jaar geleden hier komen wonen en ik zou hier al, dit heet, waar je ook zit te zenden, dat heet een studio. De studio. Ik denk, nou, Porky, dat ben ik dan, de Porky-man van 27MC, hoe gaan we dat doen? Ik denk, nou, weet je wat, ik koop een caravan en die zet ik in het hok. Maar ja, die kon niet in het hok, hebben we de wielen eronder uitgehaald. En iemand, een vriend, heeft geholpen om hem erin te drukken met een oude Opel Kadett. En die hebben hem zo erin geschoven. En... dat was tijdelijk dit. En toen ja, een beetje timmeren en een beetje dat doen en een zus doen. En zo is dat dit ontstaan. En ik denk bij mij, ik ga helemaal niet verbouwen hier. Ik laat het zo. En iedereen die hier komt, ja, die vindt het geweldig. En hoe heb je hem beide? Heb je hem een gedeelde hobby, passie, mag ik wel zeggen. Wat is die hobby? 27MC. Ja, 27MC. Ja, een beetje dat verslaving gehoord, hè? De bakkies zijn het, hè. Zo ben ze het meest bekend, dacht ik. Ja. Want hij staat bij mij 24 uur per dag aan. Bij mijn bed staat er ook een. En die staat 24 uur per dag aan. Dan als ik leg te slapen, staat hij ook aan. En dan word ik wel eens geroepen s'nachts. Nou, dat is gewoon geweldig, man. Het is gewoon een verslaving. En waarom is dat zo mooi? Ja, het is een praatje maken. En ja, het is leuk. Het is, ja, ja. Ja, hij ook allemaal. Hij is een paar, 6-7 jaar geleden begonnen. Zoiets, ja. Nou, hij heeft ook het virus. Het mooiste aan een bakkie, dat vind ik toch wel, je weet er nooit wie je ervoor krijgt. En met een telefoon kun je iedereen wel opbellen, overal. Maar dat je op een bak roepen, weet je nooit wie ervoor zit. Ja, en weet je nooit wie er antwoord geeft, zeg maar. Nou, Rianne, komt Janne, speciaal, hè. Voor jou, hè.
En dat in je schoolvakantie, hè? Snappie, de krokodil, hè? Ik ben Snappie. Luister maar mee, hè? De krokodil. Zo uit Egypte, met mijn zonnebril. Ik kom uit een pikken donker ei. En de sneeuw, snel, 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 Facebook doe ik dan wel aan, zeg maar, een mobiele telefoon heb ik niet. Dat vind ik niks, ik hoef niet de hele dag te zien wat een ander doet. Maar op een bakje dat heel anders. Nou. En had je hem een oproep doen? Is dat dan meestal een man aan de oren komt of zit er gewoon een leuk vrouwtje tussen? Ja, die zijn er ook. Ja, die zijn er ook. Er zijn ook vrouwen op. Jazeker. Ja, die zijn er ook wel. Dus komt het wel eens voor dat je zit te flirten via het bakje? Ja, tuurlijk, hè, dat doen we. Hè. We doen niet anders. Ja, hartstikke leuk toch? Ja joh, dat ja. Attentiekanaal 4, Attentiekanaal 4. Is er nog iemand staande bij? Maar klopt het, dat is toch ik promotor best van hier, hè? Ja, zeker. Dat begint al om 6:50 en iedere uur dan ga ik het herhalen, hè, dat de heiagheid en de eindtune. En hoe doet dat? Nou, dan heb ik een bakje in de slaapkamer en dan doe ik de televisie aan. En dan zet ik hem helemaal vol uit en dan druk ik de microfoon in. En dan laat ik dat horen en dan beginnen ze allemaal op dat de bakkie dan terug te roepen. Meh, dan heb je hem ook weer met zijn jaarheid. Ja, mooi. Ja, dat doe ik al jaren. Hey, de groetjes. Bye bye. Zwaai zwaai. Hoi hoi.